schiepertje, raar een schiepertje. Onze schiepert met zijn ingedrukte hoes. Daar komt schiepertje, raar een schiepertje. Onze schiepert is des malle dingen doet. Hij leeft een vrolijk leven, hij luistert nooit naar raas. Om zijn brutale grappen maakt ons gezicht van kant. Daar komt schiepertje, raar een schiepertje. Onze schiepert met zijn uitgestreken snoet. Daar komt schiepertje. Dag, Juffrouw Zegtje. Dag, veldwachter, ben jij het? Ja, Juffrouw Zegtje, is de burgemeester binnen? Nee, die is buiten, maar hij kan ieder ogenblik binnenkomen. Oh, juist, Juffrouw Zegtje. Nou, als u me permitteert. Nou, je zit nogal hoor, blijf dan maar zitten. U voelt je toch wel goed, Juffrouw Zegtje? Ik mankeer niets. Oh, gelukkig. Maar ik zit een beetje overin over Zwiebertje. Over Zwiebertje? Wat is er over Zwiebertje? De jongen zit zonder geld. Nou, je verzetje, dat zal heus niet de eerste keer wezen, hoor. Nou, dat is heel erg, hoor. Ja, moet hij maar gaan werken. Dat is het nou juist. De burgemeester heeft geen werk voor hem en ik kan nergens werk vinden. Nou, je gooit het maar in mijn pet, hoor, je verzetje. Is het niet? Ah. Doe je weer harteloos. Harteloos? Ik? Nou, je verzetje, u weet heel goed dat ik dat niet zo meen. Nou, zeg het dan ook niet. Nou, ja. Dat zeg je zonder werk. Wacht eens even, wacht eens even. Gisteravond, in de dorpskrant. Die mevrouw Deuterhops van de Kastanjelaan, dat grote huis met een erker. Weet u wel, je verzaartje? Die vroeg een tijdelijke hulp. En ook iemand voor de tuin. Wat? Maar dat moet Zwiebertje weten. Ja, dat moet hij weten. Kun jij er niet meteen naartoe gaan, voordat die baan weg is? Ik? Helemaal naar het huisje van Zwiebertje? Daar heb ik geen tijd voor, je verzaartje. Nee hoor. Dat... Maar weet je wat ik wel kan doen? Voordat ik nou naar het gemeentehuis ga, juffrouw Zaartje, kan ik toch even Piet van Dijk opbellen? Bel maar meteen. Nu meteen. De meester is toch nog weg. Doe hoor, juffrouw Zaartje. Kom, doe maar. Okay. Ja, 355 alsjeblieft, mevrouw. Dat wacht er. Heel lachbaar, hè? Zaartje. Ja, meneer. Zijn veldwachter. Ja, meneer. Ogenblikje. Ja, meneer. Wat blieft u? Wat heb jij daar voor ereteken aan je pet hangen, veldwachter? Ja, en... Oh, meneer, dat is zeker naast het mandje gevallen. Oh, juist, ja. En wat jammer, stond je juist zo heldhaftig, veldwachter. Nou, neem je portefeuille, dan gaan we vast naar binnen. Hè? Ja, meneer, mag de veldwachter van Dijk niet even bellen? Waarom? Misschien heeft daar Zwiebertje een baantje. Baantje? Ja. Oh, ja, goed. Nou, ik ga vast naar binnen, hoor, veldwachter. Ik zie je zo. Ja, de laat ik. Nou, je verzaartje, had je met deze flater nou niet kunnen besparen? Je zei, gooi het maar in mijn pet. En dat heb ik gedaan. Maar ze smoes, joh, je verzaartje. Ga jij nou maar even bellen. Bellen. Nou ja. Nu kan ik toch ook niks weigeren ook, hè? Hé, hey, en Brom heeft me met dit baantje willen helpen, hè? Ja, zeker, man. In de nood leer je beste vrienden kennen. Ik zou zeggen, schiet maar op, want anders ben je misschien te laat. En jij hebt ook geen werk voor me. Och, man, ik heb bijna niks te doen. Het is slappe tijd. Ja, ik zou zeggen, grijp dat bij de handen. Dat baantje, jongen. Ja, ik moet toch wel weten of ik nog een kans heb. Man, of ik een kans heb, of ik een kans heb. Natuurlijk heb je een kans. Vooruit, schiet op. Ja, wacht nu eventjes, ik moet rustig aan doen. Ik moet me wel even voorpreparleren. Nou. Voor dit baantje. Ik moet de modder van mijn schoenen allemaal harken, maar mijn tandenpoetje moet me nog scheren. Ook kan ik er ook eruit zien. Nou, je noemt toch al wat op, daar kom je helemaal niet aan toe. En dat scheren, dat moet je niet doen, dat staat deftig. Zou je denken, hè? Ja, schiet alsjeblieft op. De kam ligt in de kamerbak van de wassertafel. Ja. En de schoenpoets ligt in het keukenkastje. Ja, maar ik krijg de bibbers heen van de geswam van jou. Ja. Ik ga nog. Ja, alsjeblieft. Jongen. Daar komt helemaal niks van terecht, want dat baantje, nou, dat weet, ja, zeker, dat krijgt hij nooit als hij zo doorgaat. Oh, no.
voor nieuwe? Een Hollandse nieuwe. Nou goed, ik kom van de dorpskrant. De veldwachter hing voor het raam. Nee, bedoel, die zei dat ik hier moest hangen. Die zei dat ik hier moest wezen. Hè, de veldwachter? Ja, die zei dat ik hier naartoe moest om je mevrouw te spreken. Nee, niet binnenkomen. Nou, maar rustig even buiten wachten. Maar ik moet... Mevrouw, er is een kerel. Ja? Ja, en die zegt dat hij door de veldwachter gestuurd is. Wat voor een kerel, Sientje? Ja, een hele rare mevrouw. Nou, laat hem maar wachten in de gang. Ik kom zo dadelijk. Ja, mevrouw, ja, mevrouw, ja. Of je maar even binnenkomt. Ja. Hé, hey, je voeten vegen, hè? En blijf hier maar even wachten. Ja, rustig maar. Ja, maar ik denk, laat ik mevrouw niet vermoeien. Ik ga wel naar haar toe. Waar kom je eigenlijk voor? Voor de advernozen. De wat? De adverdingers, de veldwachter die in de dorpskrant hing. Nee, ik bedoel, de hulp in nood gevraagd. Oh. Maar wat heeft dan de veldwachter met jouw komst hier te maken? Nou, die zei, het is een typisch baantje voor jou, jij kan alles. Zo, zo? Ja, hij zei, mevrouw Deuterhof, die zoekt een tijdelijke werkkracht. Ja, ja. Ja. Maar kan jij ook... Alles kan ik, mevrouw. Noem het maar op. Alles. Wat ben je van beroep? In de tuin, timmeren, klusjes, alles maar, mevrouw. Zo. En getuigschriften? Zijn u? Nog getuigschriften. Aanbevelingen van andere werkgevers. Zo. Aanbevelingen. Nou, zit ik vol met de beste die je maar wensen kan... Ik werk namelijk regelmatig bij meneer de burgemeester. De burgemeester? Zo, zo. Ja, neem er nog één. Jij jokt toch niet? Nou, mevrouw, we denken wel van een fatsoenlijk man als ik. Goed, goed, goed. De zaak is deze. Mijn keukenmeid is... Ah, maar gaan koken kan ik ook. Koken? Nee. Ja. Daar heb ik Sientje. Mijn tweede meisje voor. Ah, juist. Maar ik heb hulp nodig voor het grove werk. Ja. Voor dweilen, ramen lappen. En de tuin. Alles kan ik, mevrouw. Oh. Nou, hoe is je naam? Zwiebertje, mevrouw. Ben jij nou Zwiebertje? Ja. Oh. Ik wil eerst inlichtingen inwinnen. Ik zal de burgemeester eens opbellen. En als die inlichtingen goed zijn, dan kan je komen. Huh. Ja. Goed dan. Je adres? Bij Malle, ik bedoel Van Dijk. Oud en nieuw. Ja, dat is al gelezen, oud en nieuw. Maar ik bedoel, in tweedehands kan je hem opbellen. Ik werk wel eens bij hem. Goed, ja. Als ik wat in je zie, hoor je van me. Ja, zeker wel. Als je wat van me hoort, dan ziet hij me wel. Ga maar. Nee, hoor. Neem er nog één. Weg, zakenpop. Jongen, wat een mensenschuw wicht. Wat doe je, hè, Sar? Aan meneer de burgemeester vragen of hij alleen maar goede dingen van me zegt. Ho, ho, ho. Je kan van de burgemeester niet verwachten dat hij gaat jokken om jou een pleziertje te doen. Maar, kom nou. Niet zo aardig doen, je weet best beter. Ik ben terug, Saartje. Ja, meneer. Wil je de tafel even dekken? Zo, superbaas. Ook weer eens over de vloer. Ja, meneer. Eigenlijk om u iets te vragen, meneer. Zwiebertje heeft gesolliciteerd. Als wat, Zwieber? Als hulp in nood, meneer, bij een dure dame. Bij mevrouw Deutenhop, van de Kastanjelaan. Die kent u toch wel, meneer? Ja, natuurlijk, maar wat heb ik daarmee te maken, Saartje? Ze zou u bellen. Mij bellen? Waarvoor? Voor inlichtingen over Zwiebertje. Ja, begrijp je wel, meneer. Want als die inlichtingen goed zijn, krijg ik die baan. Ja, maar wat is dat nou eigenlijk voor een baan?
Nou, niks bijzonders. Straatje boenen, kleedjes kloppen, matjes zemen. Kan meneer dat allemaal, Saartje? Als meneer wil wel. En ik wil, hoor, meneer. Hij moet er geld verdienen. Nou, maak je geen zorgen, hè. Ik beloof je dat ik persoonlijk bij mevrouw Deuterop zal aangaan en je warm zal aanbevelen. Oh. Maar zorg ervoor dat je mijn vertrouwen niet beschaamt, hè. Nee, en denk erom, steek je handen uit de mouwen. Ja, meneer. Succes, kerel. Reuze bedankt, meneer. Heel dank. Nou, Zwiebert, heb je niet gezegd? Meneer, doet het, hè? Ja. De burgemeester hoeft alleen maar de waarheid te vertellen. Burgemeesters liegen nooit. Nee. Weet je wat die doen? Ik ga naar Piet. De dames zouden daar bellen. Wanneer moet je dan beginnen? Morgen vroeg. Nou, sterkte dan, hè? Ja. En succes. Kom je gauw opzoeken. Ja. Dag. Dag. Fijn. Als je nou maar geen gekke dingen gaat doen. Oh, veldwachter. Goed dat ik je zie. Ik heb een belangrijk stuk dat moet direct worden afgehandeld. Wil jij het onmiddellijk naar het gemeentehuis brengen? Tot uw orders, meneer. Hey, ik denk dat ik het toch op mijn bureau heb laten liggen, veldwachter. Ja. Nou, ik zie je straks thuis wel, hè, veldwachter. Tot uw orders, meneer. Is mevrouw thuis? Jazeker, meneer. Ik wil mevrouw graag even spreken. Kan dat? Komt u even binnen? Graag. Ik schrik me een ongeluk. Het was een wekker. Het is overal nog hartstikke donker. Ik kan nou toch niet opstaan. Wel, nee, het zal wel een vergissing wezen. Toch even kijken hoe laat het is. Wat hoor ik nu? Ook wakker van de wekker. Ja, 6 uur. Dat ding maakt een lawaai. Zelfs de haan van de buurman wordt er wakker van. Nou, dan gaan we maar onder de lampet kan. Hoi, Lysien! Daar moet talen, vlegel 1, 2, ben je nou tevreden? Nou zeg, jij bent ook geen katje om zonder handschoen uit te pakken. Hé, Sintje, ik vroeg je wat. Krijg ik geen antwoord? We stelden ons aan elkaar voor, mevrouw. Nou, antwoord. Ja, ik mevrouw. Ja, jij, ik vroeg je wat. Waarom stelde je hier zo gek aan? Nou, het kwam opeens over me. Ja, bij mij ook, mevrouw. Het kwam opeens over me. Floeps. Hups, jij de keuken in. En jij gaat mee naar binnen. Mevrouw. Dag mevrouw. Heb jij een vogeltje onder je hoed? Vogeltje onder mijn hoed? Ik heb nooit een vogeltje onder mijn hoed. Oh, een vogeltje! Neemt u me kwalijk. Laat bij je handen zien. Als u mevrouw, vanmorgen is het schoon geboend. De inlichtingen van meneer de burgemeester waren in orde. Oh, jij weet van aanpakken. Ja, mevrouw. Dat smerige jasje kan je hier in huis niet dragen, begrepen? Oh, ja, mevrouw. Zou u zien, dat spul van mijn sofa? Het spul van uw sofa? Zeker, mevrouw. Ik pak het spul van uw sofa. Die spullen hang je weg, begrepen? Oh, ja, mevrouw, die hang ik weg. Op de kapstok, in de hal, mevrouw. Zo. Nee, hier blijven. Ja, mevrouw. Die spullen hang jij in de kast van de werkkleding in de keuken. Zal Sintje je wel wijzen. Ja, mevrouw. En daar hangt toch ook een grote, lange stofjas, die trek je voortaan aan. Ja, mevrouw. En als je hier binnenwerk hebt, dan trek je het gestreepte jasje aan, begrepen? Ja, zo. En nu je werk voor vandaag. En nu mijn werk voor vandaag. Om te beginnen. Matjes en kleedjes kloppen buiten. Matjes en kleedjes kloppen buiten. Ik zal het niet binnen doen. Oh.
Dan de gang dweilen. Ja, mevrouw, dan de gang dweilen. Mattenklopper, stoffer, emmer en dweil vind je allemaal in de werkkast. Ja, in de keuken. Zeker, mevrouw. Daarna, als je dat gedaan hebt, leg je de matjes en de kleedjes weer op hun plaats. Leg ik de matjes en de kleedjes weer op hun plaats. Dan neem je de buitenstoep mee. Die is me te zwaar, mevrouw. Dweilen. Oh, dweilen. Ik neem hem mee, mevrouw. En dan krijgt de... Dan krijgt de keukenvloer een beurt. Wie krijgt er een beurt? De keukenvloer. Oh, de keukenvloer. Ja, de keukenvloer krijgt een beurt. Eén. Daarna, als je daarmee klaar bent, dan begin je aan de ramen buiten. Aan de ramen buiten. Spons, zeem, emmer en hele mikmak wat je nodig hebt, dat vind je in de werkkast. In de kast. En de ramen spuit vind je in de schuur buiten, in de tuin. In de kast, schuur, spuit, schuur. Nou, en daarna is het wel zo'n beetje tijd dat je een hapje kan eten. Sientje geeft je wel een hapje in de keuken. Haha, verrukkelijk mevrouw. Dat zal er best ingaan. De vonken zullen eraf vliegen. Nee, niet zo overijld. Wij zijn nog lang niet klaar. Nog lang niet, mevrouw. Na het eten begin je aan de ramen binnen. De ramen binnen. Begin maar met de ramen in de keuken. Ja, mevrouw. En dan hier de ramen binnen. Dan hier de ramen binnen. Ja. Maar hier binnen kan je pas aan het werk gaan vanmiddag als ik de deur uit ben. Begrepen? Ah, ja, maar denk, wees je me niet bang dat ik de spons over je gezicht zal halen. Ik kijk wel uit. Niet mevrouw. Jij bent een zot kereltje. Ah, nee, ja. Denk erom, ga dan maar aan het werk en niets vergeten. Nou, mevrouw, niks hoor. Ik heb alles op een rijtje zitten. Je zult niet over me te klagen hebben hoor. Mevrouw. Oh. Nipje, ik kwaad het dan gewoon. Geen honger had, dan zou ik het van het luchtje krijgen. Wat ben je dan voor het lekkers aan het prepareren? Ja, blijf jij maar zitten. Hoe is het, Sintje? Komt er nog wat van? Kwartier geleden heb je de tafel al gedekt. Ja, ik ben klaar, mevrouw. Nou. Ja, zet u dat wel. Die keuken mag ook wel eens gewit worden. Ja. Dat kan ik ook, mevrouw. Nee. Ja. Dan nemen wij een vakman voor. Ja. Anders wordt het één grote knoeipartij. Ja, natuurlijk. Maar wie? Nou, dat is de Marijn Piet van Dijk. Een vriend van me, ja. Dat is geweldig en authentiek. Oud en nieuw, weet u wel. Die heeft veel met de deftigheid gewit. Van Dijk, ja. Lijkt me wel een betrouwbaar manneke. Ja. Nou, goed. Ja, als het schaft uit is, loop ik straks wel even bij me langs. Nou, vertel hem wel dat er haast bij is. Ja. Veel haast. Goed, vertel het hem maar. Hij zei, mevrouw, ik zal het vertellen. Dan, mevrouw. Eet het smakelijk. Oh, het is weg. Zo, dat is klaar. Jongen, nou dat ziet er voortreffelijk uit. Zeg, kijk eens even. Gebakken aardappeltjes, prinsessenbonen, een biefstukje. Heerlijk hoor. Afbleven. Dat is voor mevrouw. Wat denk je eigenlijk wel, zeg? En ik dan? Nou, voor jou staat op het fornuis een hap. Klikje van gisteren. Het personeel eet altijd klikjes hoor. Smaakt ook best goed. Klikje van gisteren. Smaakt ook best goed. Klikje van gisteren. Hier noemen ze een klikje. Ik kan niet eens zien wat het is. Een hoop huzzelde frizzelde elkaar. En een paar hele kleine stukjes viezeltjes vlees erin. Nou. Het smaakt nergens naar. Maar toch ook niet slecht. Ja. Beter wat dan niks. We zullen het ons best laten smaken. En daarna het eten onmiddellijk op. Snap je het? Maar moet dat dan meteen?
Ja, ze zei dat er veel haast, erg veel haast bij was. Dus ik zei maar mag dat ik erheen ging. Het is nogal een lastige tante. Ja, en bovendien, je hoeft me niet van dankbaarheid meteen om de hals te vallen, hoor. Gisteren sta je me nog te verkondigen dat je geen staven kon verdienen. Nou ja, dat was ook zo. Nou dan. Ja, maar nou heb ik toevallig wel bezigheden. Oh, nou goed, en niet? Niet? Nou ja, moet je horen. Je moet me niet in de war maken. Ik moet me helemaal omschakelen. Omschakelen? Omschakelen? Naar de burgemeester en dan moet de duivel stil. Wat sta je nou te prevelen? En ik sta niet te prevelen. Ik moet een beetje mijn werk regelen. Ik sta erover na te denken hoe ik dat allemaal klaar krijg. Doe je dan maar onder het witte. Nou ja, goed zeg. En dan moet ik trouwens alles nog opzoeken. En dan moet ik het op een karretje zetten. Ik kom wel over een half uurtje. Ga ja maar. Oké, ga maar. Nog erg hartelijk bedankt, hoor. Hey, oh ja, zeg, dat zal ik helemaal vergeten, mijn dankbaarheid. Ja, mijn dankbaarheid had ik helemaal ingeslikt. Oh ja. Moet je sigaar? Nou, graag het even kunnen. Oh, wacht even. Even een vuurtje. Eén, twee, drie, vuur. Je staat me nog maar in de fik te steken. Zet hem alsjeblieft op plezier. En zorg dat je met die kledertzooi meteen met de bar met het meebeet. Want anders zit er helemaal in de boot en er komt er helemaal niks van terecht. Ja. En de zaken die er aangeklaard worden. Ga maar, ja. En over een half uurtje kom ik wel. Ja, dan kom jij wel. Over een half uurtje. Ja. Nou, eens even kijken. Het karretje oplaaien. En dan, hup, nou mevrouw, dood erop. Wat heb jij daar achter je rug? Wat is dat? Voor jou. Voor mij? Ja. Oh, wat? Waarom? Nou, gewoon voor je kamertje. En omdat we goede vriendjes moeten worden. Oh, dat zijn ze mooi. Ja. Dat is toch wel ontzettend aardig van je. Ja, maar van binnen ben ik ook aardig. Ja, maar van buiten ben je een heel gek vriendje. Wat is de buitenkant? Ik zal ze gauw in het water zetten. Ja. Oh, wat zijn ze vers? Ja, vers, dat kan niet. Hoezo? Ik heb ze net in de tuin geplukt. Hier? In de tuin van mijn vrouw? Ik vond het zo lekker dichtbij. Oh, vergeil. Hoe kan je dat nou doen als mijn vrouw dat merkt? Wat doe je nou? Nou, als mijn vrouw dat merkt, dan komt de grootste hemel van. Nou, er staan er toch nog genoeg in de tuin? Hier, goede daden. Worden zelden beloond. Nou, ga je nou maar aan je werk, hè? Wat moet ik? Nou, luister nou eens, mevrouw heeft gezegd dat je de loper en de kleedjes van de overloop boven moet kloppen. Ja, en nou, doe dat nou alsjeblieft. Hoef je er niet zo aan me te rukken. En de bloemen, gooi die nou ver weg. Dat als mevrouw komt, dat ze niets ervan kan vinden, ja, nee, alsjeblieft. Ja, nee! Jean? Ja! Geef me niet uit! Ja. Kom maar. Ik dacht dat ik in de hal was, maar ik stond in de kruis. Nou ja. Ga dan maar. Ik dacht, ja, ik ga wel. En, nou, laat maar. Jammer, toch wel. Ze zijn toch wel erg mooi. Saartje, je bent gisteravond zeker een beetje in de war geweest, hè? Hoezo, meneer? Nou, ik vroeg je of je de binnenvoering, hè? Ja, van uw Colbert wilde maken. Nou, dat heb ik toch gedaan. Nou ja, weet je wat je nou gedaan hebt? Moet je eens kijken. Nou heb je ook de buitenzak heb je dichtgenaaid. En er zat net een belangrijk stuk voor de veldwachter in. Oh, nou begrijp ik waarom u het me daar niet kon geven. Ja, natuurlijk. Oh, vreselijk, meneer. Ja. Maar doe uw jasje maar even uit, dan zal ik het even lostornen. Hoe kan ik daar zo dom zijn? Och, Saartje, die vraag stel ik me ook zo vaak, hè. Oh ja, veldwachter, als je Sweeper tegen het leven loopt, vraag dan of die direct even langs zal komen, wil je? Sweeper, meneer. Ja. Ja, meneer. Waarom moet Sweeper bij u komen, meneer? Jij bent niet nieuwsgierig, maar je weet graag alles, hè. Maar meneer, u kan toch zwijgen als het graf? Goed. Ik zal het je zeggen. Maar het blijft onder ons, veldwachter. Het is toch ambtsgeheim. Denk daar wel aan. Ja, meneer. Ja, meneer. Wat is het, meneer? Wat is het? De gemeenteraad heeft gisteren in geheime vergadering besloten... Ja. Heeft besloten, Swiebertje... kandidaat te stellen voor de functie van lokaal burgemeester. Oh, hier. Wat? Veldwachter toch? Ja, 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 ja. Saartje, mijn jasje krijg ik straks wel. Ja, meneer. Dat kan
kan niet. Dat kan niet. Heeft Siebertje weer wat uitgehaald? Dat kan niet. Wat kan niet? Oh, Siebertje kandidaat stellen als loco-burgemeester. Dat is allerbelachelijk. Nou, waar maak je dan zo druk over? Misschien heb jij je wel belachelijk gemaakt met je nieuwsgierigheid. Ik? Ik mag toch zeker wel aan de hele achtbare vragen waarom Siebertje hier moet komen? Had het dan aan mij gevraagd? Ik had het wel geweten. U? Waarom dan, juffrouw Zijtje? Hij moet de fiets van meneer schoonmaken. Is dat alles? Nou, dat vind ik maar een heel flauw grapje, juffrouw Zijtje. Nou, ik niet. Dat gezicht van jou was alleen al een daalder waard. Maar je gaat het Siebertje wel zeggen. Van dat grapje? Ja, ik kijk wel uit, juffrouw Zijtje. Nee, niet van het grapje. Of je even langskomt. Oh, nou. Ik zal vanmiddag wel even naar de villa toe gaan. Kijk eens. Mij? Ja. Dat is tenminste een leuk grapje, juffrouw Saartje. Dank u wel, juffrouw Saartje. Oh, bijna een botsing, Eduard. Dag mevrouw, meneer Veelwaarde. Ja, rustig blijven, rustig. Oh, dag mevrouw, mijn naam is Van Dijk. Oh, ben jij nou Van Dijk? Ja, ik ben aan het booien om hier de keuken te wittelen. Oh, ja, nou, binnen. Zeg maar, je hebt toch geen vuile voeten? Nee, ik heb vanmorgen nog net een voetbadje tegen de griep genomen. Ja, ik weet het. Hier is een matje. Voeten vegen, want ik heb de boel net schoongemaakt. Nou, kijk nog maar uit. Ik zie jullie dadelijk wel. Ja, ik zie je dadelijk wel. Kijk, nou hoor, dat is een aardig meisje. Ja, maar je moet het niet tegen de haren instrijken, want er steeds de klauwtjes uit. Zie je wagentje al even uit te laden? Ja. Hallo, Jaco. Ja, hij wou zo graag mee. Nou ja, dat is toch gezellig. Nou ja. Hups, daar gaan we. Ja. Oh, ja. Dag mevrouw. Neem je kwalijk, mag ik u even voorstellen, Piet van Dijk? Zo. Ja, hij niet, maar hij. Sorry. Hier, ga jij met de vader. Jij komt de keuken witte. Ja, dat is goed. Ja, ach, let u maar niet op mijn vriend of mevrouw, want alleen mijn intimiteit en noem me malle Pietje. Ja. Zo, Van Dijk, het is goed. Ja, fijn. Als je klaar bent met de keuken keurig achterlaten. Vanzelf, ja, ik zal hem uit zien meenemen, hoor. Goed hoor. En bedankt voor de klandizie. Ja, ja. Ja, mevrouw. Hop, zeg even. Keuken in, rechtsaf. Ja, dit is de keuken. Oh, jij zegt het. Oh, had jij nou geen onzin, dan ga ze aan het werk, hè? Nou, weer. En dan mevrouw weg is, moeten de ramen in de salon gezet worden. Vooruit, mannetje, daar staan je spullen. Hé, heb je het gehoord? Fort heb je de kleintjes geboomd, Fort heb je de ramen geboomd, Fort heb je de ramen geboomd. Jongen, praat geen onzin, dan ga je nou eens aan je werk. Ja, rustig, wij even meenemen met de gasseur. Ik begin al. Oh, is het altijd zo'n kletskous? Nou ja, oh, wacht even. Hij herinnert me eraan dat ik mijn hoed af moet zetten in deftig gezelschap. Maar nou, hij is mee van de gezellige, juffrouw. Ja, hij is eigenlijk net een hond, hè? Oh, wacht nou, stil nou. Heb ik je beloofd om stil te zijn? Ja, hij is net een hond. Hij kwispelt met zijn staart. Hij is altijd blij als je ziet, hè? Nou, genoeg gepraat, juffrouw. Kom, we gaan naar het werk. Ja. Nou, ik zou zeggen, als we dat af... Oei, als we dat af kunnen dekken, hè? En dan zeg dat af. Blijf je zo. Overheen, zo? Ja. Verhip, dat lag wel de stalmeester van de koningin. Ik kom een dierbare tante weer eens opstoeken. Je tante? Oh, meneer, wat jammer. Mevrouw is net een kwartiertje geleden uitgegaan. Och, toch niet voor altijd, hoop ik, hè? Ja, dat hoop ik ook. Of niet? Of wel? Die meneer. Nee hoor, ze komt heus alweer terug, maar het kan nog wel een klein poosje duren.
Nou ja, zeg, maar zorg jij dan dat ik die tussentijd niet uitdroog, hè? Zet een, laten we zeggen, een lekker kopje thee, hè? Ik kruip wel in de salon. Nou, vooruit! Water opzetten. Oh, die treinreis heeft me uitgedroogd. Hela, nog meer bezoek. Snuitertje, snuitertje, wat voer jij hieruit? Van alles meer. Ramen zijn mijn vloertjes wassen, matjes kloppen, kliekjes eten. En de ramen zijn met ben ik daarmee bezig. Oh, zo gezegd een manusje van alles, nietwaar? Pardon, meneer, ik wil een zwiebertje van alles. Pardon? Een zwiebertje van alles. Ach, Deuterhops. Philibert Deuterhops, een neef aan vallen. Een prop vallen zeker, een logeer zogenaamd. Nee, nee, zomaar een kort zakelijk bezoekje. Maar laat ik je niet van je werk houden, vriend. Heb je elders in huis niet iets te doen? Elders? Ja. Oh, ik bedoel zeggen van, je kunt wel opbeduvelen. Nou, dat doe ik het op meneer, dan ga ik ergens anders doen. Alleen kan ik mijn spullen hier even laten staan. Je laat maar, snuitertje, je laat maar. Je laat maar, snuitertje. Is dat lekker schoentje, meneer? Ja, fijn, dank u wel. Uitverkoop? Nou, dat niet bepaald, nee. Neem me niet kwalijk, mag ik binnenkomen? Nou, als die joffer het goed vindt. Hé, hey, ben je nou ook aan het ramen wachten? Ja, meneer de propvolle neef. Ja, de beest watervrees. En of ik misschien wat elders in het gebouw of in het pand iets kon gaan doen. Hé, hey, gaat dit, Piet? Ja. Je hebt al een hoge baar vandaag. Hé, hé. Hé, jongens, is het een wipperig ding? Ja, mag je me niet ongerust hoor, ik ben zuinig op je. Ja. Gaat dit? Ja, als jij je van afvalt, gaat het wel. Ja. Oké, okay, voor elkaar. Zo, dat is klaar. Wat ga je doen dan? Nou, dat ga ik naar binnen brengen. Nou, je zegt het of je in een wilde leeuwenkooi moet binnengaan. Nou, zeg. Kijk, meneer Filibel is wel aardig hoor. Ja. Mijn mevrouw vindt het nooit zo leuk als hij op bezoek komt. Nou, lekkere tante, komt je neef op visite om te komen verwennen. Verwennen, zei je toch, hè? Nou, hij komt alleen maar als hij geld nodig heeft. Huh? Heb ik laatst gehoord van de eerste meid. Ja. Waarom mag jij je weten? Waarom maak jij je dan zo zenuwachtig? Nou, ik breng dit blad wel even naar binnen. Oh, poes, zeg, dat kan ik zelf ook. Dat kan me niet schelen, ik heb het ogenblik toch niet te doen. Laat mij maar even gaan. Deur open en dan kan ik eventjes... Oh, hop, zeg maar, hè. Ja, de groeten. Nou, het is niet voor de poes, die zien er goed uit. Goeie boterkoek. Oké. Okay. Binnen. Kijk meneer, uw thee. Zo. Oh, alsjeblieft. Snuitertje komt me thee brengen, hè? Pardon, meneer, ik wil geen snuitertje, maar zwiebertje. En ik noem je snuitertje. Oh, ja. Zeg vriend. Ja. Lust hij een koekje? Nou, graag meneer. Hartelijk dank, zeg nooit nee tegen. Thee voor u inschenken? Nee, laat maar, dat doe ik zelf wel. Ga maar weer weg. Zwieber, snuiter. Wacht eens even. Ja, ik verveel me zo, hè? Doet u niet zo hebben, meneer. Is Sientje in de keuken? Helemaal, meneer. Huil de deren. Samen thee drinken is gezelliger dan alleen, nietwaar? Sientje nu toesturen? Ja. Nou ja, en kom jij ook maar mee, hè? Oh, graag, meneer. En, Ja, ja, wat enne? Nou, mijn Piet zit ook in de keuken. Dat wil zeggen, Piet de Wit, mijn vriend, die is in de keuken aan het witten. Ah, nou ja, sleep hem ook maar mee, hè? Sleep hem ook maar mee. Voor me gaan, meneer. Ja, of thee komen drinken in de salon. Wat? In de salon? Nee. Ja, vraag. Jij ook, Piet? Hé? Ja, de thee drinken? Wel, nee, man. Dat kan ik niet maken, hoor. Want als ik ophoud, dan krijg ik vlekken. Ik blijf doorgaan. Trouwens, ik word niet betaald voor thee drinken en schuitje varen. Ja, opdracht van meneer Filibert. Fort, opschieten. Vooruit, kom, Ach, kom jullie toch binnen, kom jullie toch binnen. Ga toch zitten. Kom op, Sientje, ga zitten, meisje. Wat zit er? Hup, zit er. Wat leuk. Ja, zit er maar gaan. Zeg, snuiter, waar is die vriend van je, hè? Ja, die weet van geen ophouden, meneer. Die gaat zijn gang maar. Ja, vanwege staat er alles vlek op het plafond komen weer. Ja. Nou ja, we kunnen het met ons drieën toch ook gewoon gezellig maken, hè? Meneer. Nou, vertel eens, lieve kind, wat is er nou aan de hand, hè? Nee, maar...
Als mevrouw uw tante ons hier ziet, dat... Ach, lieve schatje, bemoeid. Tante Clementine zal het alleen maar op prijs stellen als ze hoort dat jullie haar arme neef gezelschap houden. Nou ja, vooruit. Kijk niet zo sip. Wacht nee. Even hier. Hè? Neem een lekker chocolaatje. Oh, lekker is hij. Oh, heerlijk. Oh, lekker, hè? Oh. Nou zeg, ik zal eens even een gezellig plaatje opzetten voor de stemming, hè? Ja, dat lijkt me ook. Dit lijkt me reuze leuk om dit te horen. Nou, daar gaan we, hoor. Ja, waar gaan we naartoe? Zo. Wat zal er liever wat zeer zijn? Zit, nou, wat is er nou? Nee, alsjeblieft, neem me niet kwalijk. Ik moet ogenblikkelijk open doen. Nou, dan ga je ogenblikkelijk open doen. De veldwachter. Er is toch niets ergs gebeurd aan de vrouw? Nee, ik kom om een kereltje te spreken wat hier zou werken. Energiewertje, juffrouw. Oh, heeft toch niks ergs gedaan, veldwachter? Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel een officiële boodschap van mijn edelachtbare heer, de burgemeester. Oh, nou, wacht u even, veldwachter. Ga ik hem even roepen. Ja. Moment, hoor. Zwiebertje. Wat is er nou? De veldwachter is er voor jou. Of je komt... Veldwachter voor mij? Ja. Nou, snuit, als je wat trekt hier weer een gezichtje. Alsof dit in zo'n broekje doet. Hè? Nee, zeg, laat dat maar aan mij over. Hoor. Ik ben dol op geuniformeerde personages. Hè? Zeg, ik haal hem wat binnen, hoor. Nee, maar een generaal op bezoek. Oh, welkom, excellentie, welkom. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Dat heb ik het dienstmeisje al gezegd, meneer. Ik kom voor een Zwiebertje. Ik heb een boodschap voor hem. Oh, Snuitertje heeft het een en ander uitgespookt. En nu komt de generaal hem in zijn kraagje vatten, nietwaar? Helemaal niet, meneer. Ik heb een boodschap van mijn edelachtbare heer, de burgemeester. Nou, maar dat is wat anders. Dan bent u van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, generaal. In de houding, mensen, in de houding. We krijgen een generaal op bezoek. Gaat u toch zitten, excellentie? Doe jij hier? Nee, maar de generaal en Snuitertje kennen elkaar. Ze tutoyeren zichzelf. Nou, daar moet op gedronken worden. Ja. Zo, tante heeft altijd een heerlijk wijntje hier staan. Dat zullen jullie ontzettend lekker gaan smaken. Kijk eens even. Generaal. Dit niet te geloven. Ik dank het. Sintje, mijn liefje. Snuitertje. Dankjewel, broer. En nu, mensen, de glazen heffen op onze nieuwe gast, mon général. Mon général. Nou ja, ik moet meer stemming hebben, mensen. Meer stemming. We moeten een feestje maken. Nou ja, daar is deze muziek dan ook wel niet geschikt voor. Ik ga even een nieuw plaatje opzetten. Ja, een nieuw plaatje. Wat voor een nieuw plaatje, hè? Nou, daar gaan we dan, jongens, met een heerlijk plaatje. Kijk, daar komt-ie. Ja! Dames en heren, de beentjes van de vloer. Kom op, Snuitertje, blijf niet zitten. Ga erbij staan. Van de vloer, dat is goed van die meneer. Ja, nou, dat is een dolle voel daar, zeg. Zwiebert heeft het zeker weer op zijn heupen. Moet je horen. Jongen, allemaal lichtzinnigheid. Nou, dat is toch om je ondergang vragen, Soffert? Nou, moet hij weten ook, hè. Jongen. Oh, de beer is weer los, hoor. Dat moet botsten. Hoor eens even. Nou, het hele huis dat rammers in elkaar. Nou, van mijn part, ik wil er niks mee te maken hebben, hoor. Ik ken ze niet. Zo mal ben ik nou ook weer niet. Ik kan er geen gewone volk. Of je hebt je door deze lieden op sleeptouw laten nemen. En wat zie ik daar? Een veldwachter. Ja, de veldwachter. Een gezagsdrager. Ja, het gezagsdrager. Een gezagsmisdrager. Ja, een gezagswandragedrager. Ja. Rustig maar. Uit mijn ogen. Uit de ogen. Vooruit. We moeten samen hebben. Ja, wacht. Hier, je is geen mes. En haast je. Ja. Mijn huis uit! Ben weg.
En jij met jouw mooie praatjes en je getuigschriften. Jij met je mooie babbeltjes. Vooruit, ik wil je niet meer zien. Weg! Uit mijn ogen, uit mijn huis! Mevrouw, het was echt de bedoeling niet. Ja, hup! Ja, hup! Wegwezen! Nou, hup, weg! Zo! Del! Ben jij nu nog niet weg? Nee, ik ben nog hier. Nee, ja, ik ga al. Vreselijk is het. Huh? Nou, wat gezellig een boel is het hier, hoor. Oh, wat is het hier gezellig. Jacco, ga naar boven. Ik ben mijn ontslag kwijt. Ik heb ontslag gekregen. Nou, ik weet ook niet meer wat ik het zoeken moet, hoor. Nee, ik had niet anders verwacht. Het zat er helemaal in. Wat zit er nou in? Is het niks in? Dat is je lichtzinnigheid, ja. Man. Dat is om je ondergaan vragen. Jongen. Je kameraad nog een schop nageven, hè? Dat ken je. Gezellig ben je, hoor. Nou, alsof het mijn schuld is, je vinkt er met aan hem. En zit jij nu niet te grinden, die donderbui, die gaat zo over. Mag je er niet te sappen voor jou? Jij kan het toch ook allemaal niet... Ik weet het. Moet je dat niet eens zitten? Ja, zie je nou wat je aangericht hebt? Ja, weet je wat jij moet doen? En mevrouw Deuteroms, ga je nog een wit voetje halen. Bezoer! Nee, zeg. Ja, meid, kom hier, mevrouw, mijn fiets. Ach ja, meid. Ach, dat is niet zo erg. Het is een aardige jongen en een beste kameraad. Hij meent het niet zo. Ja, dat geloof ik best. Want hij had vanmiddag bloemetjes voor me gekocht. Nou, kijk eens aan, zo is die. Jawel, maar hij had ze in de tuin geplukt. Ja, nou, zo is die nou ook, hè. Ja, waarom zou je nou van ver halen als je dichtbij kan krijgen? Ik heb er alles van gehoord. Mevrouw Deuterops heeft me over het geval gebeld. En dat ze zeggen, meneer, ik... Ja, ik spreek veldwachter. Verexcuseer, pardonneer, meneer. Ja. Haal jij in je kwaliteit van dorpsveldwachter wel meer dergelijke grapjes uit? Maar meneer, het was geen grapje. Oh, het was je volle ernst, veldwachter. Nee, meneer, dat ook niet. Maar die volle neef van mevrouw Deuterkom, die troonde me ineens de salon binnen. En voordat ik het wist, meneer, was het... Vloep! En dan ging je de beentjes van de... Oh, pardon, meneer. Hé, meneer, u moet de veldwachter niet langer plagen. Ja. Gevoelig vrouwenhart krijgt weer medelijden, hè? Swieberwaas is hier geweest en als ik hem mag geloven... En u geloofde, meneer. U hebt het zelf gezegd. Ja, ik geloof hem. De zaak is heel duidelijk. Ja, ja. Mevrouw Deuterops heeft nogal een levenslustige neef en die... Ja, meneer, ja, zo is precies, meneer. Eerlijk waar, hoor. En toen dacht ik, nou, mijn veldwachter mag toch ook wel eens een verzetje hebben, meneer. Nou, en eerlijk gezegd, meneer, het ging al eer en deugd, hoor. Eerlijk waar, meneer. Nou, dat is alles, meneer. Goed, wees voortaan in elk geval een beetje voorzichtige veldwachter. Ja, hè? En sla zulke uitnodigingen liever af. Ja, goed begrepen, veldwachter? Ja, meneer. Goed zo. Ga nu maar naar huis toe. Dank u wel, meneer. Goed. Heel lachbaar, hè? Veldwachter. Saartje, ik heb vanavond met mevrouw Deuterhops afgesproken en wil ik graag een bloemetje meenemen, hè? De vergulde pil smaakt altijd bitter. Smaakt altijd lekker, hè? Dat bedoel ik. En kun jij er nog voor zorgen, Saartje? Nee, meneer, de kwekerij is al lang dicht. Oh, wat jammer. Nou ja, volgende keer beter. Wacht, meneer, nog een blikje. Kijk. Is dat een prachtig boeket? Oh, maar die heb ik nog helemaal niet gezien. Waar haal je die vandaan, Saartje? Van Subertje gekregen, toen u wou spreken. En wil je die missen? Het is toch voor een goed doel, meneer? Nou, pak ze er maar mooi in, hè? Ja, nog een blikje breken. Oké. Ah, mooi. Die neem ik graag mee, Saartje, ja, hè? En bedankt, hoor. Ja, meneer. Ik zal ze prachtig inpakken. Ze zijn prachtig. Maar Sieber zal heus niet boos zijn. Dit was toch ook voor zijn belang. Ja, burgemeester, nu achteraf. Nu kan ik er alle begrip voor opbrengen. Meneer Philibert heeft me alles nog eens precies uitgelegd. Aardige sportieve jongen. Heeft helemaal de schuld op zich genomen. Maar kijk, een volwassen man als Swiebertje moet toch wel begrijpen dat ik hem niet betaal om danspasjes te maken, maar om te werken. Ach, het is allemaal zo spontaan gegaan. Spontaan? Maar ik verzeker u dat hij dat verloren uurtje dubbel en dwars zal inhalen. Inhalen? Maar u gelooft toch zeker niet dat ik hem weer... Ik hoop dat u hem weer een kans wilt geven, lieve mevrouw Deuterhops. Misschien heb ik hem een beetje overhaast zijn ontslag gegeven. Wat is er, Sientje? Waar kan ik de bloemen zetten, mevrouw? Nee, laat ze hier maar mooi staan. Ze staan hier uitstekend op de ronde tafel. Een echt blij voorjaarsboeket.
prachtig. Ik hou toch zo van narcissen. Precies dezelfde heb ik ook in mijn tuin. Ja. Ik zal u niet langer houden. Een kwestie als deze, even onder vier ogen met elkaar uitpraten, werkt meestal verhelderend. Ach, meneer de burgemeester, ik was eigenlijk al lang weer over mijn boosheid heen. Toen mijn neef me alles rustig uitgelegd had en nu die prachtige bloemen. En mag ik Zuberman laten weten dat hij morgen weer komen kan? Akkoord, burgemeester. Ik zal... Vertelt u het hem? Ik zal persoonlijk contact met hem opnemen. Tot weerziens, lieve mevrouw Deuterhops. Tot ziens, burgemeester. Prachtig, die bloemen. Precies dezelfde narcissen heb ik in mijn tuin. Aardige, correcte man, de burgemeester. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Sientje. Dag kindertjes. Dag Sientje. Dag kindertjes. Tot weerziens.